De maandag overleden Paralympisch snowboardkampioene Bibiaan Mentel wordt zaterdag gecremeerd in Laren. De crematie zelf is vanwege de beperkingen door het coronavirus in besloten kring. Maar de familie wil vrienden, kennissen en andere belangstellenden toch de gelegenheid geven afscheid te nemen van de sportvrouw, die jarenlang vocht tegen kanker en uitgroeide tot een Paralympisch icoon met 3 gouden medailles. Een speciale afscheidsroute is uitgezet, waar langs een erehaag zal worden gevormd. Tekst gaat verder onder advertentie. Die route begint in Loosdrecht en loopt via Hilversum naar het crematorium in Laren, waar Mentel door militairen naar binnen zal worden gedragen. De tocht begint om 9 uur. De verwachte aankomst bij crematorium Laren is om 10 uur. Stroomaan reacties. Mentel overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De sportvrouw werd op 27-jarige leeftijd al getroffen door botkanker. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. Haar overlijden leidde tot een stroomaan reacties van sporters, politici en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden. Buzzeletsblokkade.